Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste kijker, naar aanleiding van vele reacties die wij hebben gehad op ons artikel over KFC, namelijk dat die niet halal zou zijn, zijn er vele reacties bij ons binnengekomen op ons verzoek. We zijn daarom samen met Islam TV op pad gegaan om enkele KFC-restaurants te bezoeken. Vele filialen hebben ons op dat moment weggestuurd en stelden het niet op prijs om op camera te komen. We zijn op dit moment bij de KFC in Amsterdam, Bos en Lommer, en we hebben de camera op een afstand gezet, zodat wij toch een reactie uit een van de filiaalmanagers konden trekken. Jullie kippen ze halal of niet? Dat weet ik niet. Nee? Nee, moet je even naar mijn baas zijn. Maar ik heb een vraagje, is jullie kip halal of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Alle kip, is dat alle kip die halal is? Dat weet ik niet. Okay, maar jullie hebben ook halal certificaten? Nee, hebben wij niet. Hebben jullie niet? Oké, okay. Dankjewel. Het is vreemd dat deze filiaalmanager ons wegstuurt. Het lijkt alsof hij iets te verbergen heeft. Scout, hè? Luister, die camera gericht op mijn pand, dat hoeft niet. Echt niet. Nee? Nee, net ook naar binnen gefilmd, toen ik jou aan het praten was binnen gefilmd. En jij hoort bij die man met de camera. Maar je weet dat voornamelijk dit de KFC is waar heel veel moslimjongeren naartoe komen. Absoluut, in Amsterdam. Absoluut, zit hier midden in Bos en Lommer. Net zoals Jan van Gaal staat verderop. Oké. Okay. Absoluut. Maar wat zeggen jullie tegen de jongeren die hier naartoe komen en dezelfde vraag stellen? De jongeren die komen en die een vraag erover stellen, die krijgen hetzelfde antwoord als u krijgt. En dat is? Wat ik net gezegd heb. Is het kip nou wel halal of niet halal? Onze kip komt een halal slachthuis vandaan. Dus jullie kip is halal? Ja, het is halal geslacht. Alle kip van KFC in Nederland is halal geslacht. Okay. Maar de woordvoerder van KFC in Nederland zegt dat het niet halal is? Ja, onze woordvoerder zegt dat het wel halal is. Alle informatie staat op onze internetsite. Ja. Daar kun je ook de vragen plaatsen. Die wordt beantwoord door onze marketing director, ga ik vanuit. Ja. En die komen allemaal met dezelfde verklaring. Als de verklaring ook op internet staat, dat onze kip bij een halal slachthuis vandaan. De marketing director, beste meneer, die hebben wij al gesproken. Hendrik ten Napel heet hij. En op 13 oktober hebben wij een e-mail van hem gekregen dat wij contact kunnen opnemen met hem. Later zijn wij opgebeld door de woordvoerder van KFC Nederland, mevrouw Kinke. En die heeft ons, zoals wij in het artikel hebben duidelijk gemaakt, te kennen gegeven dat KFC niet halal is. En de informatie op de website waar u naar verwijst, die bestaat niet. Dus al jullie kip is halal? Alle kip in Nederland wordt verplicht bij dat slachthuis ingekocht. Oké, okay, dus alle kip die je hier kan bestellen is halal? Ja, absoluut. En dat geldt voor alle 100%. KFC's in heel Nederland? Alle KFC's zijn verplicht bij dat slachthuis hun kip te betrekken. En u bent filiaalmanager? Ja, ik ben filiaalmanager. Oké, okay, van KFC Bos en Lommerplein in Amsterdam. Ja. Oké, okay, is goed. Dank u wel. Dankjewel. Hi. Na dit gesprek met de filiaalmanager hebben we enkele klanten van de KFC geïnterviewd van wie wij hebben gezien dat zij daar zo net hadden gegeten. Nek kunt u KFC? Klit het met jazz? Deem ik naar kunt met jazz. Hoe arfa bin jazz liet aan de KFC haram? لا ما عرفاش هنا حرام انا دائما كناكل ودائما كنسقسي ديك الاخوات تما كنقول لهم واش هذاك زعما حلال ولا حرام كيقولوا لي 100% حلال فهمتي انا دائما كناكل تما فاميلي ديالي كتاكل تما ولادي نهار ما كنطيبش في الدار كنصيفط ولادي يجيبوا لي الدجاج من تما ولكن واحد النهار فحال لي قلبي فشكل ما كناكلش بخاطري ما نكذبش عليك فيما كنمشي قلبي كيتهرب واحد النهار قلت واحد الاخت قلت لها زعما اسمح لي زعما واش هذا الدجاج حلال قالت لي 100% حلال كيشوف الصنادق حلال كنشوف الاص حلال ساعه قلت لها زعما عطيني بريفيس بانه حلال عطاتني واحد السيرتيفيكا جبتها لي من داخل بان مكتوبه فيها حلال وفيها الامضاء بانها حلال ديك الساعه بقيت ديما كناكل تما وباقي الان كناكل تما سخنيت دات جاي انا بعت لي بار كاف سي هبره كيب خيطه يا كلوبت اي كيب دار اوك كيب خيطه يا Jij weet dat de kip van de KFC niet halal is? Nee, dat is mij niet verteld. Ik heb van anderen ook gehoord en ook zelf nagevraagd gedaan in KFC. En ze hebben mij daar verteld dat het gewoon halal is. Alle kipstukken waar bot in zat, zou halal zijn. En de stukken waar geen bot in zou zitten, dat zou dan niet halal zijn. أم ديالي مسكينة إخت هذيك حرقتني هي الإراق مسكينة جات لعندي مسكينة هنا فاكانسي مسكينة ومديت أنا هذا مكتشيكن واحد الزمر كافسي وكلات واخت دابا ملي عرفت حرام مسكينه اخت كتقي من الليل مسكينه مره مسلمه مره تبقى على الطريق ديالها زعما اذا سمعتها هي بدا غادي تدبز معايا فهمتي ما تبغيش شي قول لي انا شحال هنا في الحلال ديالي في المغرب ديالي زعما مشيتي وكلتيني في ديك الموطا ولكن انا عملت فيهم الثقه قلت زعما ما يمكنش عاد يكذبوا على الناس لان هاد الكذبه كبيره هاد الكذبه خايبه غادي نكذب على شي حاجه اللي تلكم ماشي في حق ماشي الكذبه بحال هادي فهمتي كيكذبوا على الناس كاملين كيجيو الناس بالخمار كيجيو الناس بالسباني كيجيو رجال باللحيه كيجيو الدراري مساكنش من الذنب اللي عندهم اللي كيخلوهم محلل وكياكلوا من دابا مساكن المطرع كياكلوا الحرام او لا ماشي مزيان We hebben onderzoek gedaan en we zijn erachter gekomen dat de producten allemaal van KFC niet halal zijn.
Wat vind je van die misleiding van KFC? Ik vind het heel erg. En eigenlijk oplichting, omdat zij weten dat veel mensen met een islamitische achtergrond kip graag eten. En dat ze daarop een, wat ik dus net van jou had begrepen, dat ze een certificaat, een misleidende certificaat hebben neergezet met een halal certificaat. En dat ze zo meer klanten kunnen krijgen. En dan liet ik in Shallah, Bosholm op het plein, Diemen, Zuid, allemaal in Colombia en Mijus Jeklu Naya. Het is namelijk zo dat de KFC Boslommen wordt veel bezocht door islamitische jongeren, vooral in Amsterdam-West. Wat adviseer jij deze jongeren om volgende keer wel of niet te doen? Nou, ik zou ze adviseren om zeker niet meer bij KFC te gaan eten. Ik bedoel, er zijn genoeg tenten waar je lekkere kip kan eten. En ik zou zeggen boycotten die KFC. Beste kijkers. We stoppen hierbij met ons onderzoek naar KFC. De uitslag is duidelijk. Het blijkt dat de filiaalmanagers niet weten wat de afspraken zijn tussen het hoofdkantoor en de slachthuizen. Desondanks hebben wij wel een brief gestuurd naar de volgende instanties om iets te doen met deze informatie. Namelijk halal.nl, Kassa, bekend van VARA, en de Keuringsdienst van Waarde. Wij willen bij deze ook iedereen bedanken die een reactie heeft gestuurd naar aanleiding van deze KFC-berichten. We hebben deze berichten gebruikt voor dit onderzoek en verstuurd naar de genoemde instanties. We wachten af of zij iets met deze informatie zullen doen. Bij deze hebben wij in ieder geval gedaan wat onze verantwoordelijkheid is. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.